Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Shogun. Deze video staat vandaag volledig in het teken van de Maand van de Veiligheid. En ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je nou verantwoord en veilig omgaat met je airsoft replica's. Dus kijk mee. Ja, we hebben hier voor ons liggen twee hele mooie replica's. Eentje op elektriciteit en eentje op gas. Je ziet het al, ik heb mijn brilletje nog op. Mijn lieftallige cameravrouw hier achter mij, die heeft ook haar brilletje nog op. Want deze replica's zijn volledig geladen nu. Ik ga je even laten zien hoe ontlaad je die, wat zijn een beetje de regels met betrekking tot veiligheid, hoe vervoer je zo'n ding en hoe ga je er gewoon al met al goed mee om. Laten we beginnen bij het begin. Nummer 1 is richt je wapen altijd in een veilige richting. Zorg dat hij ergens heen wijst waar stel dat hij af zou gaan het zo min mogelijk schade doet, zoals dat heet. Nummer 2, zorg ervoor dat je je vinger nooit op de trekker hebt, tenzij je klaar bent om te vuren. Dus dat zie je ook vaak, hè, dat mensen, zeker mensen die het al wat langer spelen, ook met airsoft, dat ze hun vinger netjes zo langs de trekkerbeugel houden. Ja, zo hoort het ook, zowel met airsoft als met andere wapens. Nummer 3, ga er altijd vanuit dat hij geladen is. Ook al heb jij net de batterij eruit gehaald, ook heb je net de magazijn eruit gehaald. Ga er gewoon vanuit dat hij geladen is en dan weet je zeker dat je er zo veilig mogelijk mee omgaat. En nummer 4, je ziet het al, draag altijd oogbescherming. Deze replica zijn momenteel volledig doorgeladen, omdat ik jullie ga laten zien hoe je die nou ontlaat. En je ziet dus ook, eigenlijk totdat ik deze replica's volledig veilig heb gemaakt, ga ik mijn bril ophouden. Hetzelfde geldt voor de cameravrouw die hier achter mij zit. Hou gewoon het brilletje op, want een Airsoft BB is op zichzelf niet heel schadelijk. Maar dat verandert op het moment dat jij hem in je gezicht krijgt en al helemaal in je oog. Dat loopt gewoon niet goed af. Nou, ik ga jullie nu dus laten zien hoe je nou zo'n replica ontlaat. We hebben hier dus een gas blowback replica. En een gas blowback replica werkt eigenlijk een beetje zoals een vuurwapen. Dat houdt in dat je het magazijn eruit kunt halen waar de BB's en de gastoevoer in zit. En dan kun je dus vervolgens de bolt eigenlijk naar achteren trekken en vergrendelen door hier op de bolt release te drukken. Net zoals bij een AG kan het nog steeds zo zijn dat er een balletje in de loop zit. En daarvoor hebben we eigenlijk een loopschoonmaakstok nodig. Die wordt bij de meeste replica's worden die wel bijgegeven. Ik krijg gelukkig eentje van mijn assistent hier. Die kun je gewoon zo hier aan de voorkant van de loop erin doen. Het is een beetje lastig met die demper erop. Zo, dat scheelt al. En dan kun je hem zo, je ziet het al, die rode stok hier. Op het moment dat er dus een BB in die loop zit, dan kun je die er zo uitduwen. Nou, bij deze is dat niet het geval, omdat het magazijn verder leeg was. Maar goed, nu zit er natuurlijk nog wel, de replica is zo verder helemaal veilig trouwens. Dat is top, die kun je gewoon zo wegleggen. Hij staat op safe, magazijn is eruit. Dan je luikje dicht hier, die is goed. Maar er zit er in het magazijn zit natuurlijk nog wel wat gas, dat wil je er graag uit hebben, want het is niet goed om je magazijnen op te veel druk te laten staan. Daarvoor gebruik je zelf meestal een schroevendraaier of een mesje, dat maakt niet zoveel uit. Die kun je gewoon zo hier op het palletje drukken en dan spuit je hem leeg. Volgende waar we het over gaan hebben is de welbekende AEG. Airsoft Electric Gun, ik zei het net al even. Ook deze is momenteel geladen, dus ik hou mijn brilletje nog even op. Ook daar is eigenlijk het proces hetzelfde. Je haalt gewoon als allereerste je magazijn eruit. Nou, dan zie je dat er bij een AEG vaak wat balletjes uitvallen. Dat is verder niet erg, dat hoort ook zo. Maar ook bij deze zit er dus nog een BB in de loop momenteel. En er zit ook nog een batterij in. Dus momenteel is hij gewoon nog schietklaar. Dat is iets wat heel veel mensen vergeten. Die denken, oké, als je het magazijn eruit haalt, ben je good to go. Dat is dus niet waar. Er zit nu nog een balletje in de loop en hij is gewoon ready to fire. Dus om die eruit te halen, ga ik eerst eventjes het batterijtje eruit halen. Om zeker te weten dat de replica niet meer kan vuren. Dat is ook de allerbeste manier om zeker te weten dat jouw AEG veilig is. Gewoon altijd batterij eruit tot je ermee gaat schieten. Dus nee, ik doe gewoon ook bij deze de loopstok in de loop. En dan prop ik hem er zo in. En mocht er dan een BB in zitten, dan weet je zeker dat je hem uit de hop-up duwt met deze manier. Nou, batterijtje is eruit, replica staat op 7, klepje ook bij deze weer dicht. En dan is deze ook klaar om in de kast gelegd te worden. Verder nog wat meer regels met betrekking tot het vervoeren van airsoft, dat ook belangrijk is om te weten. Een airsoft replica mag jij eigenlijk maar onder 3 voorwaarden vervoeren. En dat is 1, op het moment dat jij van of naar een erkende wapenhandel onderweg bent. Dus bijvoorbeeld als jij met je replica voor een reparatie naar Shogun komt, dat is oké. Als tweede, wanneer je naar een airsoft evenement gaat, dus stel jij gaat zondag lekker skirmen, dan is het prima als jij daarheen rijdt zonder dat je daar verder iets voor hoeft aan te geven. Maar dan gelden wel weer de regels die ik net al noemde. Magazijnen gescheiden van replica's in een afgesloten ruimte. Dan is een koffer of een voederaal overigens wel voldoende. En tot slot, op het moment dat jij van of naar de grens onderweg bent. Om het mee te nemen naar het buitenland gelden wel weer een hoop andere regels. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Die kun je zeker online vinden. Maar dat is een laatste uitzonderingssituatie.
Ja, ik denk dat ik alles wel een beetje heb uitgelegd. Mocht je nog vragen hebben over de regels voor veiligheid of hoe wij bijvoorbeeld dingen doen, laat het dan zeker weten even achter in de reacties hier beneden. Ook als je nog ideeën hebt voor toekomstige video's of andere leuke ingevingen, laat het dan zeker even weten. Ik probeer zelf alle reacties te lezen en te beantwoorden, dus dat gaat zeker goed komen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en see you next time.